Welkom bij Kunst, Cultuur en Nijverheid in Stichtse Vecht. Vandaag zijn we te gast bij een expositie van 16 Maarsense kunstschilders en nemen we een kijkje achter de schermen, thuis in de ateliers van de kunstenaars. Kuifje, dat is de Bijbel voor mij. Ver weg in Brussel woonde een meneer Georges Rémy. En die besloot te gaan tekenen met de klare lijn. Echt een harde lijn. En het echte Belgique, België van voor de oorlog. Met de correcte auto's, de huizen. En als je dat leest als... Ik mocht gewoon het schipverhalen lezen toen ik in de 50e jaren. En de auto's die allemaal goed getekend waren. Dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik kreeg een klap op mijn kop. Dit moet ik echt doen. Tekenen zoals Hergé. En ik ben mijn eigen gang gegaan. Heel veel mensen die mijn werken zien, die zeggen, dat is Kuifje, zo, prima. Hoor eens iemand van Kuifje op de kunstmarkt. Dus, zo gaat dat. Dat is eigenlijk mijn leidraad geweest. We zitten hier voor een van je schilderijen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik zit net zo te zeuren over Kuifje. Met mijn volle hart hoor. En dit is toch wel een leuk voorbeeld van Kuifje. Je hebt iets in je hoofd, daar had ik het net over. Van, ik ga een mooi plaatje maken. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je moet gewoon naar de Tour de France kijken. En al die wielrenners die door die... Dat zijn mijn plaatjes, die zijn van mij. Ja, zijn van Van Kijk natuurlijk, maar zo in die sfeer denk ik. Van hier gaan we, hier komen we vandaan en we gaan die kant op. Dus die lijnen, perspectief. Nou, oké, perspectief, dat gaan we dan zo maken. Met de losse hand en met potloodstreepjes. En dat is wel grappig. Dat vlak ik natuurlijk weg. Maar her en der zie je nog wel wat potloodstrepen. Die laat ik dan een beetje per ongeluk expres staan. Van, oh, hij is ook met potlood bezig geweest. En wat te gek. Nou, dat heb ik dus gedaan. En dan ga ik met de pen ga ik de hele beweging maken. Kuifje, Hergé van Kuifje, die had een heel team achter zich. Tientallen mensen, die gingen alles inkleuren. Nou, om dat in te kleuren is gevaarlijk, want dan krijg je de hele vaart van de tekening weg. Dat moet ook een tekening blijven. Dacht ik, alleen maar lijnen, ja, dat zie ik ook niet zitten. Dan heb ik gewoon een kopje genomen. Water. Kwastje. Een paar druppeltjes Oostindische inkt. Flop, 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 flop. En dan heb ik een soort van kleur, maar is het ook niet, met je schaduw ingebracht. Gewassen inkt. Hier ook, weer daaroverheen. En wat streepjes hier en... Ik heb al heel erg veel inkt in de koffie gedaan. Dit heb ik weer aangekrast met een pen. En er zijn allemaal kennis van auto's. Dus die moeten wel kloppen, hè? Simca Aronde, 1955. Peugeot, Renault Dauphine. Het is verzonnen. Dus ik kan niet zomaar een plaats noemen. Dus ik doe iets met wat letters dat het een plaats is. Maar ik weet niet welke plaats. En ik doe... Auto's doe ik goed en ook de attributen die horen in een Noord-Frans, Waals, Frans dorp, gendarmerie, nationaal, met de vlag. Een enkele reclame met Suze. Maar u heeft wel kleuren toegevoegd. Goed gezien. 1, 2, 3, ik kon mezelf 4. Niet bedwingen. Ik kon mezelf niet bedwingen. Dat heb je nou goed gezien. Ik moest het doen. Niet alleen geel, maar ook nog rood. Ja, ik moest daar... Ik had het niet zo... Ja, dat is nou weer mijn twijfel. Ik heb het gedaan, ja. Ik beken het. Ik heb een moord gepleegd. Ik heb een moord gepleegd op mijn eigen tekening. Dit is extra. En op de kunstmarkt dan hoor ik dat ook. Ah, wat heb je nou gedaan met die kleuren? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja. Spijt. Hier, misschien dat kleurtje, ja. Was rode. Te frivol. Een vraag over uw werk op de expositie. U vertelde dat u heel erg geïnspireerd bent door Kuifje en dat u veel auto's tekent. Die zien we ook terug in uw werk, maar niet in de werken op de expo. Nee. En dat is nou de kracht van de expositie van ons. Ik heb ook een andere kant. Ik heb een kant die twijfelt. Soms wel een beetje somber. En dan laat ik gewoon die straatjes en de auto's laat ik helemaal ver weg. En dan ga ik mijn hele diepe... Ja, diepe kant van mij laten zien. En er zijn mensen bij me. Hans, wat doe je nou? Ik zie je auto's niet. Ik zie je straten niet. Waar ik bekend om ben. Maar er is wel degelijk een andere kant. Twijfelaar. Soms een beetje somber. Alles, van alles kan ik dan tonen. Op die expo. En ik heb het gemerkt.
Dat was wel leuk. Was het niet eng? Ik heb het eerder gedaan. Ik heb het eerder gedaan, dus ik weet. Maar tuurlijk is het, je wil graag applaus hebben, maar niet kritiek. Ja, Hans, wat heb je nou gedaan? Mensen waren soms teleurgesteld, maar ik vond dat ik dat moest doen. Op dat moment en nu weer. En misschien doe ik het wel meer. En voor volgend jaar heb ik ook weer een idee. Dus ik ga, dit smaakt naar meer. Die straatjes die komen wel weer terug. Want het wordt een beetje een automatische piloot. Uitmelken. Dat wil ik niet. Dus daar gaat de spontaniteit gaat er een beetje vanaf. Dan zeg ik even goodbye Kuifje. En hello Twijfel. Dat soort dingen. Dus de mens is geschakeerd. En dat wil ik laten zien op de expo. Succes. Dit was Kunst, Cultuur en Nijverheid op RTV Stichtse Vecht. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Mocht u zelf nog een tip hebben voor ons programma, aarzel dan niet, maar neem contact met ons op.